Goedemorgen beste kijkers, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga jullie vandaag mijn bellyboat setup laten zien. Helaas is het wat vies weer zoals jullie waarschijnlijk kunnen zien. Mijn belly ligt daar nog onopgeblazen. Dus die ga ik even opblazen en dan kom ik meteen bij jullie terug. Tot zo! Zoals jullie kunnen zien heb ik de bellyboat net opgeblazen. Ik heb hem ook een klein beetje schoongemaakt, want hij was wat vies. Ik zal jullie even meenemen naar wat voor bellyboat ik nou precies heb. Het is een 12 dB bellyboat van het type Black Falcon. Hij is 1,60 meter lang en 1,15 meter breed. Zoals jullie zien zitten er al wat mooie attribuutjes op. Om te beginnen Scotty hengelsteun. Deze gebruik ik eigenlijk om een bijhengel in te zetten. Meestal met een dropshot montage laat ik mooi het loodje en het chatje daarboven over de bodem heen hoppen. Het levert meestal een leuke bonusvis op. Dus best wel een leuk accessoire om op je bellyboat te hebben. Dan kun je met twee hengels vissen. Dan komen we bij de fishfinder. Ook niet heel onbelangrijk. Het is een Garmin 5 CV. Is denk ik een leuk instapmodel. Ja, daarbij zit een transducer. Die heb ik bevestigd aan een wat langere arm zoals jullie kunnen zien. Dit omdat ik dan de transducer net wat verder van de boot heb en mijn aasje net wat beter in de koon kan houden. Dan heb ik nog onder mijn fishfinder een tafeltje van Scotty. Hier hang ik mijn tangen, schaartjes, zet ik wat drinken op en eventueel wat chatjes die ik niet gebruik komen hier te liggen. Dan daarachter zit een drievoudige hengelsteun voor de overige hengels. Ook super handig. En dan als laatste, niet te vergeten, een toplicht. Ik vis eigenlijk voornamelijk in het donker. En dan is zo'n toplicht gewoon een must. Mocht je die niet hebben, krijg je een bekeuring en dat wil je gewoon niet hebben. Dus zorg dat die erop zit. Nou, dit was mijn bellyboat setup. Ik hoop dat jullie er een klein beetje iets aan gehad hebben. Misschien ook wel iets van opgestoken. Mocht je nog tips hebben voor mijn bellyboat, laat het dan zeker even weten in de reactie. Doe even een duimpje omhoog en vergeet niet even te abonneren op mijn kanaal. Als laatste wil ik jullie nog even een dubbel hoek op laten zien van mij en Tommy. Dus geniet daarvan. Tot de volgende video. Later! Grote! Hoi!
wel op de foto, jongen, deze. Mooi doekje, man. Netjes, netjes. Zo, 65, 70. Een goede snoekje gewoon. Lekker, maat. Thanks. Dichterbij. Wacht. Kijk uit van mij, man. Gekke tong, jongen. Dat is gekke snoek. Gewoon een tong. Lekker, man. Ik heb dit weg, hè? Ja, dat is goed. Later.